Tijdens de interlandperiode melden steeds meer ADO-spelers zich bij nationale teams. Bijvoorbeeld bij Oranje onder de 18. En zij wonnen deze week in een oefenduel met 2-0 van Servië. Ik ben Shagun Wobole, ik ben 17 jaar. Ik speel bij het eerste van ADO en ik speel bij Oranje onder 18. Ik ben Rodi de Boer, ik ben 17 jaar, ik ben keeper en ik speel bij het Nationaal Elftal onder 18 en bij ADO Den Haag onder 19. Het is wel een ander niveau dan je normaal hebt, want nu speel je gewoon met de beste van Nederland. Gewoon. Met onder 17 waren we ook al op het EK Malta. Toen vond onze studiebegeleider die vond het wel mooi als we allemaal mee gingen zingen. Dus daar hebben we het eigenlijk gekregen op een papiertje. Ik vind ook wel, het hoort erbij, je speelt voor Nederland. Ja, dan moet je ook gewoon meezingen. Dan bid ik tot God, want hij heeft mij toch hier gebracht. Ik had ook misschien nog steeds op mijn amateurveld kunnen staan, maar hij heeft bepaald dat ik hier zou spelen. Dus ik bedank hem altijd daarvoor. Af en toe zitten de wedstrijden helaas tussen dat je iets minder de bal krijgt. Maar dan moet je gretig zijn op die ene kans. Die heb ik gehad en die werd er helaas uitgehaald. Ja, en dat is dan wachten op de volgende wedstrijd, dan moet hij er wel in. Je hoopt natuurlijk altijd dat je gewoon speelt. Maar ja, als het niet anders is, dan moet je het er maar mee doen. Ik hoop dat ik de volgende keer ook weer bij zit. Dan hoop ik dat het goed komt. Iemand van achter trapte op mijn kuit, waardoor die eigenlijk gelijk op spanning stond en heel strak stond. Maar het was meer van, ja, je betekent niet zoveel meer dan voor het team. Dus dan heb je liever dat er een frisse speler in staat die dat wel kan. Ja, volgend jaar heb je voor onder 19 heb je EK. Geloof ik. En ja, daar werken we wel naartoe. Wanneer gaan we jou vast in het eerste elftal zien? De stappen, ja, die probeer je te maken. En natuurlijk ben je gewoon nog jong, dus je hebt eigenlijk nog alle tijd. Maar ja, je wilt natuurlijk wel zo snel mogelijk, dus daar wordt aan gewerkt.